De groenmarkt in het Rosarium vormt ook dit jaar weer de traditionele opening van het rozenseizoen. In aanwezigheid van burgemeester Pieter van der Zaag, de Miss Oldambt en de Mini Miss Oldambt werd het weer erg gezellig. Op zaterdag 4 juli jongstleden vond weer de traditionele groenmarkt plaats in Winschoten in het Rosarium. Het Rosarium staat volledig in bloei, dus een prachtig decor uiteraard voor zo'n groenmarkt. De officiële opening werd gedaan door burgemeester Van der Zaag van Winschoten. Ik wil u allemaal van harte welkom heten. En terecht, ik heb de prachtige roos gekregen. Geweldig mooi. En daar gaan we straks veel van zien. Maar ik wil ook welkom heten. Prachtig mooi. Miss Oldambt. Mini Miss Oldambt. Geweldig. Prachtig mooi opgemaakt. En die fleuren ons de hele dag op. Geniet ervan. En we zetten dit voort. Dit is een schitterende traditie om deze opening van de rozentuin vandaag te doen. Ik wens u allemaal een hele goede dag en dank voor de organisatoren. Dank u wel. Hoe gaat de verkoop? Tot nu toe redelijk. Ja hoor, het is een gezellige markt. Veel mensen. U komt jaarlijks hier op de groenmarkt in Winschoten? Eigenlijk wel. Tot nu toe, ja, vorig jaar niet, we hadden een familiedag, maar als het weekend vrij is, dan ben ik van de partij. Wat verkoopt u nou zoal? Aardewerk, tafelzeil, tassen, prachtige slingers van de Engel, placemats, windlichten, lantaarntjes, alles voor buiten. Van alles? Voor de tuintafel, ja. Gaat er nog een deel naar het goede doel, had u net over? Van de slingers gaat 2,50 per verkochte slinger naar de Stichting Lokaal Verhaal in India. Daar wordt een schoolklas mee gesteund. Dus dat is een steun op een goed doel. Mag ik vragen waar u vandaan komt? Uit Fries Geloof. Wat brengt u hier op de groenmarkt? Ja, van Jijken staat weer, hè. Ja. Ik woon al 25 jaar hier in Winschoten. Ik vind het zo fantastisch. Ik vind het prachtig. De natuur in de natuur. Dat is een mooie omschrijving. Ja, vind ik wel. Nog echt ambachtelijk gesneden. Ja. IJsgoed. Wat brengt u hier op de groenmarkt? Nou, ik had ervan gehoord en ik wou even kijken. Nog specifiek voor bepaalde kraampjes of voor de rozentuin? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik wist van de rozentuin af en ja, het leek me gewoon leuk om even te gaan kijken. Nog leuke dingen aangeschaft? Mooie rozen? Of... Nee, nog niet. We zijn er eigenlijk nog maar net. Wat brengt u hier vandaag op de groenmarkt? Oh, van alles, hè. In de rozen. We wonen hier nu Fletsing over. Dus we gaan nu elk jaar gaan we hier naartoe. En dan elke zondag zijn we hier. En op zorg dat ik gehandicapt ben. Dus elke zondagmiddag als het mooi weer is. Voor de rozenpark. Oh, dat is zo'n prachtig gezicht allemaal, hè. Ja, fantastisch, hoor. Ik moet naar huis toe gaan. Ook kan ik niet meer op mijn benen staan. Ik wil nog langer niet naar huis, maar die vrouw wacht op mijn thuis. Het is nou echt de hoogste tijd. Ik wil nog langer niet naar huis, maar die vrouw wacht op mijn thuis. Het is nou echt de hoogste tijd.